isditliefde.be. Dat is de website opgericht door het Centrum van Gelijke Kansenbeleid om jongeren te helpen om te gaan met liefde. We hebben die site eigenlijk gemaakt om jongeren te bereiken en om hen eigenlijk duidelijk te maken dat geweld in een relatie, dat eigenlijk nergens en nooit een plaats moet krijgen. Waarom doen we dat? Omdat we vastgesteld hadden uit een aantal studies dat enorm veel jongeren met geweld te maken kregen binnen hun eerste relaties. Sommige onderzoeken spraken zelfs van 9 op de 10 gevallen. Geweld binnen een relatie is nooit een ongelukje. Het is een manier om de controle van andermans leven over te nemen. Zowel meisjes als jongens kunnen gewelddadig gedrag vertonen en zowel mannen als vrouwen kunnen er slachtoffer van zijn. Het gaat niet altijd over fysiek geweld, hè. Het gaat niet altijd over slaan en bijten en krabben. Het gaat veel meer over psychologisch geweld. Eigenlijk de ene partner die controle wil hebben over de ander, die altijd wil weten waar zijn lief zit, die altijd de sms'jes wil controleren, die wil bepalen hoe de vriend of de vriendin gekleed gaat. Nu, dat is eigenlijk niet normaal. Een evenwichtige relatie die is gebaseerd op vertrouwen en op gelijkwaardigheid. En niet op één iemand die kan zeggen van de andere van kijk, jij moet je zo gedragen en ik ga bepalen met wie dat jij nu gaat praten of met wie dat jij nu gaat sms'en. Hoe zou je reageren? Moest je vriend alles controleren? Ik zou daar geen probleem mee hebben, omdat ik niets te verbergen heb. Moest mijn vriendin alles controleren, zou ik daar zeker niet tevreden mee zijn. Een vriendin moet toch een redelijke mate vertrouwen hebben in mij. Ik zou dat niet zo tof vinden en ja, dan is er geen vertrouwen en geen gezonde relatie en zo. Dus ik ben er tegen.